Deze studio in het Cultuurcafé van Harderwijk hebben. En Adrie de Visser is, ja, schrik niet, de wereldberoemde natuurfotograaf en die zit hier. En hij is met de tentoonstelling in Harderwijk in het Stadsmuseum. Dat is Africa Together. En daar heeft hij ook een boek van. En ik heb het idee dat dat toch wel een beetje de bekroning op je werk is. Dat Africa Together, dat nieuwe boek, dat er prachtig uitziet. Dat vraag je mij, ja. Ja, ja, Adrie, ja. Ja, het is moeilijk om over jezelf te praten. Nee, klopt. Dus, nee, omdat je het ook een wereldberoemde fotograaf had. Ja. Ken ik mezelf niet zo goed. Jij gemaakt. Dacht, dat past niet bij mij. Nee. Maar dat vinden wij wel, Adrie. Nou ja, misschien over een aantal jaren, maar voorlopig ben ik bekend hier in Nederland. En dat is, dat vind ik wel heel wat. Boek is inderdaad de bekroning, ja, klopt. Ik heb het altijd voor mijn hobby gedaan en... nooit iets uitgegeven of zo. En ja, een jaar geleden kwam een vriend van Jan Vermeer bij me. En hij vertelde mij, Adrie, we gaan een boek uitgeven. Ja, kijk. En, hij heeft al het werk op zich gedaan. En ik heb de foto's aangeleverd. En ja, we hebben nu eind november is uitgekomen. En gelukkig is het groot succes. Je moet daar heel veel tijd in steken, dagen. En soms dan rij je wel eens één of twee dagen de hele dag en dan heb je niet één foto. Dus het is niet zo makkelijk als het lijkt. Je moet echt heel veel tijd in steken.